Daar ligt mogelijk een verwarde meneer op de rijbaan. Hij sprak er zichzelf, keek zichter om zich heen. Agenten van de politie in Rotterdam krijgen een melding binnen van een verwarde man op straat. Ze proberen op een rustige manier contact met hem te krijgen. Waar wil je zo meteen het liefst naartoe? Want als ik je ga brengen, dan wil ik wel weten waar naartoe. Ik kan hier rondjes gaan rijden op Rotterdam-Zuid. Nou, een verwarde man, dat zegt het al, die is verward. En dat is voor een agent heel lastig om een inschatting te maken. Hè. Wat wil die? Hoe agressief is hij? Hoe sterk is hij? Hij beweegt vaak heftig, lastig te benaderen. Doe eens rustig, jongen. Mark. Doe eens rustig. Al snel blijkt dat de man bij een van de agenten bekend is als een goede vechter. Ik weet nog niet precies wat er allemaal gaat gebeuren. De man is zwaar vechtmeester. Ik wil alvast zijn auto bij, staat zich op te laden. Ik laat het zien. Wat kan hij doen? Ik laat het zien. Ja. Moet ik hier echt in de panden gaan veranderen? Ik kan het. Ik kan het. Ik kan het. Ja, dat klopt. Ik kan het. Ja, dat klopt. Op het moment dat je weet wie de verdachte is, dan heb je meestal wel een database staan of je bijvoorbeeld vuurwapen gevaarlijk is of agressief of medicijnen gebruikt. Dus als het goed is, kun je heel snel informatie krijgen over die persoon. En daar, ja, dat kun je mee laten bepalen bij de wijze waarop je een verdachte benadert. Ik wil een hondengeleider met een taser. Dit gaat denk ik uit de hand lopen. Dezelfde locatie. Als de verwarde man zijn shirt uittrekt en weggooit, lijkt hij klaar voor de strijd met de politie. Ik denk dat we deze strijd niet aan moeten. OC, de 41, nee. De hondengeleider is inmiddels gearriveerd en richt zijn taser op de man. Terwijl een bekende nog probeert contact met hem te krijgen, draait hij zich om en loopt dreigend richting de agent. Daarop wordt besloten de verwarde man te taseren. Getaserd. Je krijgt een gigantische klap. Er komt 0,004 ampère stroom door je lijf heen. Dus ja, je bent gewoon helemaal knock-out. De stekkers gaan eruit, je raakt verlamd, je ploft neer als een zak aardappollen en je bent even volledig uitgeschakeld. De man wordt met lichte verwondingen teruggebracht naar de instelling waar hij thuis hoort.